Hallo allemaal, welkom terug voor meer Mario Kart 8 actie. Ik ga proberen ook goud winnen op de 150cc Lightning Cup. Maar we hebben nu onderdeel vrijgespeeld en dat zijn de sponsors. Die geven vrij voor acceleratie, of dat is omdat ik deze car nou net heb. Ja, stel, ze geven niet zo heel veel allemaal, ze geven vrij veel acceleratie. Behalve op de standaard quad dan, dan zit je beter off-road. En waarvoor niet? We hebben Lightning Cup, dus we zullen wat off-road moeten rijden. Dan is de wegligging ook belangrijk. Maar niet al te veel gewicht. En niet al te veel snelheid. Dat hoeft misschien ook geen probleem te zijn. Hè? De eerste TikTok-klok. Hier, teleurstellend won ik hier de vorige keer niet van de computer. Gisteren speelde ik ook met Thomas Online. Terwijl ik een valse start maak. Dat was alweer een tijdje geleden. Maar goed, er zijn 3 rondjes te gaan, dus erg is dat niet. Meestal weet je je wel te herstellen van valse start. Voorstellig gesproken, we liggen al 2e, dus wat dat betreft. We hebben alle kansen om de wedstrijd zelfs te winnen. Maar Lemmy deed dat slim daar. Wat niet de bedoeling was om dat weg te gooien, dan hoor ik me graag een rood schild neer. Dat gaat me voorbij omdat ik zelf van de baan of kukel. Tot nog toe ben ik dan de shit die begon aan deze wedstrijd, wat toch eigenlijk makkelijker zou moeten zijn als een P4. En heb ik ook veel pech. Omdat groen schild kun je gewoon pech noemen als iemand je daarmee raakt. En dat van die bananenschil waar ik over struikel was ook perfect uitgekiemd door Lemmy. Ik zie zelden de computer dat zo goed doen. Ik ben geraakt door de bliksem, maar ik heb op de een of andere manier mijn items, terwijl anderen dat niet hebben. Maar dan werk ik weer nog wat geraakt, ik weet totaal niet door wat. En dan liggen we pas 4e in het ingaan van de laatste ronde. Ja, ik moet wel nu meteen gebruiken, want... Ja, ik snap niet waarvoor ik zo'n lastige tijd heb. Dan heeft hij ook nog een rood schild. Oké, maar die is hij kwijt. Eindelijk liggen we dan op precies waar we willen liggen, dit circuit. Normaal totaal geen moeilijk circuit en vandaag alle strijd, dat komt door 2 domme fouten, maar dat kwam ook door 2 uitstekend verrassende acties van de computer die je niet al te vaak ziet. Ze wilden natuurlijk die revanche nemen voor de vorige race waar ik totaal niet weggeraakt, want ik denk dat deze race wel 15 keer ben geraakt. Dan is winnen eigenlijk, ja, heel positief. Hopelijk kunnen we nog 3 zegens achter gaan halen plakken. Ik heb er zwaar mijn twijfels van of dat wel gaat lukken. Want dit is 3DS Piranha planparcours. Het is niet één van de makkelijkste circuits. En we hebben ook Rainbow Roaders.
Maar door water zitten we hier en dat is eigenlijk wel een beetje off-road. Dus zo onze kaart op deze, en onder water ook een beetje, dus zo onze kaart op dit circuit toch goed moeten zijn, terwijl ik weer een valse start maak. Maar goed, vorige keer had ik eerst een valse start, dus... Nou, dus wel dat ik even alle haal zit hier. Ik weet eigenlijk even hier geen shortcut waar je paddels toe zou kunnen nemen. Ah, dat deed die plant mooi. En die plant heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we bij de leiders in de buurt blijven. Maar dat was dan eigenlijk ook wel een beetje alles. Oké, weer een kleine plant. Hopelijk gaat deze wat beter. Oké, daar is niet slecht. Daar veel risico nam, maar het heeft me al P2 opgeleverd. We hebben beschermingen. Ik neem, want Lemmy beschermt zich ook. Oké, nog beter. Ik wou zeggen, ik neem al genoegen met P2 als Lemmy daar blijft zitten. Rosaline zou kunnen raken, maar hij heeft een rood schild, dus hopelijk passen die niet achteruit. Maar ik heb geen idee waarvoor ze die vooruit zou moeten doen, want daar rijdt niemand. Dus ze laat mij voor om die rood schild te gebruiken, maar ik heb beschermingen. Ik vraag me alleen af wanneer ze dat rood schild dan vuurt. Nu, maar dat is veel te laat natuurlijk. En ik win de wedstrijd van de 3RS Piranha Plant parcours. En zo hebben we 30 punten na 2 wedstrijden. Maar Larry is steeds tweede geworden en dat is slecht nieuws. Want we weten allemaal dat ik een race ertussen, altijd een race tussen heb zitten waar het altijd wat minder gaat. En ik weet ook dat de volgende 2 wedstrijden, dat bepaald niet de makkelijkste zijn. Ook ken ik de volgende Grand Prix, volgens mij als wie Donnervulkaan. Dus dan is het wel een circuit wat ik ken, dus dat helpt misschien een beetje mee. Mijn Nintendo 64 is, aangezien mijn gewicht, een zeer moeilijke wedstrijd. Het zou me verbazen als ik op Nintendo 64 Rainbow Road voor de overwinning zou kunnen gaan. Hè. Ik denk dat daar het podium al heel wat is. Rosalina is een superstart. Het is wel zo, steeds als ik een valse start had, won ik de wedstrijd en nu heb ik geen valse start. Dus dat is misschien een probleem. Hè? Al deed ik de valse starten niet expres. Tot zover gaat het goed, maar baby Rosalina pakt, neemt revanche op me omdat ik Rosalina raakte met een rood schild. En toen dacht baby Rosalina, dat kan ik beter. Maar de wedstrijd is zeker nog niet voorbij. En baby Rosalina probeert dat nu, maar dit keer lukt het er niet, want die dingen zitten te schudden, dus daar ga ik niet proberen overheen te rijden.
Ik lig eerst. En als ik eerst lig, ga ik niet van die risico's nemen als dat ik bijvoorbeeld laatste zou liggen. Om tijd te winnen. Oké, dat was niet de meest handigste actie daar. Maar ik denk dat onderlangs daar sneller is, want je maakt een iets krappere bocht. Oh, dat ding zit ook te schudden. Volgens mij heb ik net de andere route genomen, maakt ook niet uit. Oké. Die bocht namelijk totaal verkeerd. En dat weet Rosaline ook en pakt de leiding in de wedstrijd. En in het gevecht krijg ik in het rood schild. Tegen het rood schild, haar rood schild daar. En het gevecht en probeert Rosaline mij wil proberen voor het pakken voor de tweede plaats rijdt weer tegen mijn bananenschil aan. En baby Rosaline valt zelfs van het parcours af. En nou lijkt het overling nog maar te gaan tussen Rosaline en mij. En lijkt baby Rosaline definitief te zijn afgehaakt. En uiteindelijk ben ik de sterkste. Met Rosaline waarschijnlijk tweede, inderdaad. Larry derde. Baby Rosaline wordt inderdaad vierde. Kon op het eind niet meer strijden om de zegen na die fout. En nog niet iedereen is over de finish. Want nu komt de Wauwitsch en Wario zijn gevraagd om P10. Dan Baby DC, die komt nu over P11. Terwijl Baby Luigi nu pas over die op die route van de twee splitsingen zit. Oké, dit is waar ik dus denk dat het me niet gaat lukken, maar ik heb 6 en dan nog 6, want Larry wacht. Of Lemmy wacht derde voor Grand Prix. 12 punten voorsprong. Oké, maar dat is natuurlijk geen reden als je 12 punten voorsprong hebt om dan mezelf het circuit af te rijden als je er niet vanaf duwt. Tot nog toe mag ik niet klagen. Vierde is niet slecht, daar kreeg ik al een duw, maar ik wist dit keer wel op het parcours te blijven. Terwijl we zelfs voor P3 kunnen gaan, want we hebben meer rode schilder, Rosalina. Het spijt me verschrikkelijk voor je, maar alhoewel, aan de andere kant spijt me niet. Ik denk dat zelfs P5 goed genoeg is, weet ik niet zeker. Het zou toch 12? P5 is goed genoeg. Zolang maar een top 5 eindigen, dan weet ik zeker dat we het halen. Maar willen we voor de ster gaan, moeten we toch in de P3 eindigen. Of in de top 3 eindigen. Dat zit er misschien in, want Baby Rosaline ook niet veel weegt, zijn we nu voorbij. Maar ik denk dat ze nog op koers zit. Ze zit inderdaad nog op koers. Derde, en dat geeft ons een ster. Want we zijn alle wedstrijden op het podium geëindigd. En Rosaline met de overwinning haalt Larry zelfs nog in een kampioenschap. Maar wij hebben overal goud gewonnen, dus is het moment nu aangebroken. Terwijl als je het spel speelt, zou je eens naar de layout van dit circuit moeten kijken.
Dus je dit spel speelt en je kijkt dan de layout van dit circuit, zie je dat dit circuit in 8 zit. Apart. Einduitslag. En dan eens kijken of inderdaad de Spiegel Cup of de Mirror Cup, ik weet even niet hoe het is, weet niet hoe dat in Nederland zou moeten heten, hebben vrijgespeeld. Ik zou niet weten wat je anders zou moeten doen, want ik heb goud in alle cups. Ja, er zijn resultaten. Eerste en derde. Daar is onze gouden beker, plus de ster. En de spiegelklasse is nu inderdaad beschikbaar. Geen zin hebben om de credits weer te zien. Few credits. En dan gaan we kijken of we inderdaad. Hier, inderdaad. De Spiegelcup, de 150cc Spiegelcup. Dus die zullen we doen zodra we terugkomen. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.